Hallo, welkom in het tweede deel van de designmethodologie. Mijn naam is Micha Verlinde, ik ben value engineer bij Mavium. En in dit deel wil ik jullie meenemen in het ontwikkelen van UX design in Mavium. Jullie kijken hier naar een slide uit de design PowerPoint. Deze PowerPoint heb ik ook al gebruikt bij het ontwikkelen van de homepage. En in dit deel wil ik jullie meenemen in hoe de verschillende vervolgschermen op het ontwerp van de homepage aansluiten. Je ziet hier in het middengedeelte zie je een gebruiker van Mavium. In dit geval is het een gebruiker die wil een instructie vinden hoe hij een management driver kan toevoegen aan de organisatie. Hij logt aan op de homepage. Dat is het linkerscherm, het linkerwit scherm wat je ziet. En hij klikt op het roze gedeelte, in dit geval het managementprocesgedeelte. Hij komt daar binnen managementprocesses en klikt op het knopje management driver. Binnen management driver klikt hij vervolgens op het knopje instructie voor het toevoegen van management driver. En op deze manier krijgt hij wat hij wil hebben. De informatie of het formulier om een nieuwe management driver toe te voegen. De kleurgebruik die je ziet is hier op elkaar afgestemd. Roze, je komt als het ware binnen de roze lijn. Nou, voor elke type proces kan je je eigen kleurlijn afspreken. Voor de ervaring die de gebruiker heeft, is het belangrijk dat daar een bepaald consistent verloop in is. Een bepaald consistent verloop in kleurgebruik, een consistent verloop in iconen. En dit kan voor de gebruiker ervoor zorgen dat het een logische, intuïtief verloop heeft. Hoe intuïtiever, hoe makkelijker een gebruiker kan vinden wat hij wil, hoe makkelijker, hoe prettiger hij het gaat ervaren. En in de layout die je ontwerpt, is het gebruik van kleuren, lettertypes, iconen en symbolen zijn heel belangrijke hulpmiddelen om het een logische ervaring te maken. Snelheid is natuurlijk ook een erg belangrijk. Op het moment dat een pagina heel langzaam laat, kan dat voor ergernis zorgen. Dus het is belangrijk dat bijvoorbeeld de images die er gebruikt worden op een pagina niet te groot zijn en eerst bewerkt moeten worden met een tool om het te optimaliseren voor het gebruik. Naast hoe de layout eruit ziet, is het ook belangrijk dat hoe de informatie gepresenteerd wordt in welke type objecten er worden gebruikt binnen Mavium, procesflows, flowcharts, matrices, dat daar ook een bepaalde consistentie in is. En hoe de informatie vervolgens gestructureerd wordt. Gestructureerd in schablonen, dat op het moment als er gebruik wordt gemaakt van omschrijvingen, dat de omschrijvingen in een bepaalde structuur worden weergegeven. Dat er een gebruik wordt gemaakt van velden, dat er een consistente manier gebruik wordt gemaakt van relaties. Dit kan allemaal bijdragen zodat het voor de gebruiker een logisch geheel vormt. Hier zie je een mogelijke user journey die een gebruiker doormaakt op het moment als hij door de schermen van Mavium heen loopt. En het is goed om je hier bewust van te zijn hoeveel kliks een gebruiker moet doorlopen om uiteindelijk bij de informatie te komen die er is. Dat zou voor elke gebruiker weer anders zijn, maar het is belangrijk om je deze user journeys voor je te zien, dat je hier bewust van bent. Op het ontwikkelen van deze vervolgschermen maak ik gebruik van een aantal generieke elementen. Je ziet hier op het scherm nu een aantal hele simpele vormpjes staan. Ja, je zou bijna niet denken dat je daar iets mee kan. In de vervolgpagina zie je al iets wat je hiermee kan ontwikkelen. Hier zie je op het scherm. Op het scherm nu zie je vormen hoe je deze elementen kan gebruiken met elkaar. Je ziet een box niveau 1, een box niveau 2 en een button niveau. Je ziet deze drie elementen die je hier ziet, box niveau 1, box niveau 2 en de buttons, op het moment als je deze gaat gebruiken in een wat complexere schema zoals jullie hier zien,
dan zie je hoe je hiermee een vervolgpagina's kan ontwikkelen. Ik had al laten zien in het eerste deel van de design sessie dat al deze elementen die jullie hier zien één op één te kopiëren zijn. Ik ga dat nu ga ik naar Mavim toe, daar ga ik een nieuw schema ontwikkelen en ik heb in mijn Visio Solution, die ik al in het eerste deel heb laten zien, heb ik een stencil gekoppeld. En dit stencil, daar zijn deze elementen die je hier in het scherm ziet, heb ik deze al opgenomen. Ik ga nu naar Mavim toe en in Mavim heb ik in mijn Visio Solution een stencil ontwikkeld waar ik deze vormen heb gedefinieerd. Ik heb in Mavim heb ik onder het onderwerp waar ik net de homepage heb gemaakt, heb ik een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk vervolgpagina 1. Hier ga ik een nieuw generiek schema maken waar ik deze vervolgpagina ga ontwikkelen. Ik ga hier weer die Visio Solution, die ik al in het eerste deel heb laten zien, ga ik hierbij openen. En hij opent weer het achtercanvas met het Visio Stencil. In het Visio Stencil, wat jullie hier nu zien, heb ik een aantal elementen zitten. Ik liet net zien, ik ga nu even naar de PowerPoint toe. Ik liet net zien hoe je deze elementen, hoe je daar een pagina mee kan opbouwen. De elementen die ik al heb klaargezet in mijn Visio Stencil zijn al geoptimaliseerd voor gebruik binnen een generiek schema in Mavim. Dat betekent dat het vormpje wat ik net toegevoegd heb, als ik die ga koppelen aan een onderwerp in de Mavim boom, dan komt de titel van het onderwerp op een vaste plek te staan binnen het kader. In het afgesproken lettertype, in de afgesproken kleur. Stel nou dat ik hier binnen een nieuw niveau, een boxniveau, is een groep van elementen. Als ik daar een nieuw boxniveau ga toevoegen. En nog één. En ik zoom verder in. Dan schuif ik het even een klikje opzij. En ik ga deze box ga ik koppelen aan een onderwerp binnen managementprocessen, bijvoorbeeld business management. En deze koppel ik aan internal audits. Dan komt de titel van het onderwerp netjes bovenaan. De boxen staan. Stel dat ik hier binnen dan de knopjes wil maken naar de onderwerpen toe. Als ik deze dan koppel vervolgens aan het onderwerp binnen business processes die ik wil, internal control, dan komt het onderwerp netjes, de tekst van het onderwerp netjes in de boxen staan. Op deze manier ontwikkel ik ben ik in staat om heel snel schermen op te gaan bouwen. En ik heb naast, in het Visio Stencil heb ik naast het blauwe pad heb ik ook in dit geval het roze pad opgenomen, waarin ik dezelfde knoppen heb zitten als de blauwe, maar dan in een andere kleur opmaak. Op het moment dat ik deze koppel aan een onderwerp in de Mavim-boom, namelijk niet onderwerpen binnen managementprocessen, maar binnen primary processes, dan zal je zien dat de tekst netjes in afgesproken formaat bovenaan de box verschijnt. En net zoals bij het boxniveau 1, als ik daar het onderwerp koppel aan primary process, komt deze tekst bovenaan de box verschijnt die.
Je bent in staat met deze elementen om heel snel pagina's op te bouwen. Ik kan een heel erg complexe pagina laten zien op mijn eigen portal. Niet schrikken als het zoveel opstaat. Maar dit is een grote organisatie die meer dan 9000 modellen voor hun consultants aanbiedt. En daarin is het dus belangrijk dat je die verschillende niveaus in gegroepeerde elementen hebt. Die box elementen hebt met daarin knoppen. Die zie je hier rechts opgebouwd. Je kan het zo complex maken als je zelf wil. Voor deze organisatie heb ik gekozen voor twee type box elementen. Dus groepen binnen groepen kan je aangeven. Hier is een bepaalde afweging te gaan maken. Wil ik een aantal keer extra klikken door de schermen heen? Of wil ik juist binnen één scherm alles kunnen zien? Dat is heel erg afhankelijk van het type gebruikers. Wat willen mensen zelf? De mogelijkheid bestaat in ieder geval om deze elementen gewoon te ontwerpen. Boxniveau 1, boxniveau 2 en daarin buttons. En deze elementen, ja, zijn heel snel, hiermee is heel snel zijn pagina's te gaan bouwen. Ik heb nu laten zien wat voor complexe schema's je kan bouwen met zulke simpele formaat en visio-stencil. Ik ga nu laten zien hoe je een nieuw kleurpalet kan aanmaken in je visio-stencil. Ik ga hiervoor naar PowerPoint toe. Ik heb hier bijvoorbeeld een bepaalde kleur, de groene kleur toegevoegd. Ik ga deze elementen nu opnemen in Mavin. Nou, ik kies hiervoor de box niveau 2. Ik kies dit element exclusief de tekst. Ik kopieer dit element naar Mavin toe en ik plak het in het scherm. Ik wil de opmaak van deze knop wil ik exact hetzelfde hebben als de opmaak van deze knop. Dus ik wil ook dan ook dat hij even groot is als deze knop. Dan is hij gemiddeld voor gemiddeld gebruik altijd een bepaald standaard formaat. Ik kies dit opgemaakte element en ik selecteer Format Painter. En ik wil dezelfde opmaak hier gebruiken. En vervolgens ga ik de positie van het label netjes bovenaan het kader zetten. Vervolgens, nu is het element gekoppeld aan de topic Management Communications. Ik ga die loskoppelen. Waarom ga ik die loskoppelen? Omdat ik nu de tekst weer weg wil halen, want ik wil hem nou op gaan nemen in mijn visio-stencil. Dus ik ga de tekst nu weghalen. En vervolgens ga ik dit element opnemen in mijn visio-stencil. Daarvoor sleep ik het element in het visio-stencil. Ik sla hem op onder de naam. Nou, in dit geval is het de vierde smaak, vierde thema. Dus ik begin met 4. Het is een box. Daarin ga ik een aantal knoppen toevoegen. En vervolgens is dit een level 2 element. Als ik dit element, vervolgens ga ik het element even op zijn plaats slepen. Als ik dit element vervolgens wil gaan gebruiken in mijn generieke schema, kan ik het gewoon hier naartoe slepen. Op het moment als ik het nu koppel aan een onderwerp in de Mavinboom, zie je dat de tekst netjes geformateerd, net zoals ook de andere boxes die ik hierboven heb gebruikt, dat de tekst netjes in een gelijke format weergegeven wordt. We hebben nu deze knop toegevoegd, namelijk het boxniveau 2. Nou, voor de andere niveaus, voor level 1 en de buttons, kan je op dezelfde manier ook deze knoppen toevoegen. Het ontwerp is gemaakt in PowerPoint. Nou, we hebben de roze hebben we al gezien, oranje, welke soort je, welke je ook wil toevoegen, welke je ook wil ontwerpen. Belangrijk is dat je een bepaalde
consistent geheel hebt qua afmeting, qua opmaak. En op het moment dat eenmaal het ontwerp gemaakt is in PowerPoint, is het een kwestie van kopiëren, vervolgens het formatteren van de tekst en het slepen van de vorm naar het visio stencil. En op die manier zijn eigenlijk nieuwe kleurpaletten op te nemen in je visio stencil. Natuurlijk kun je dit zelf doen. Maar op het moment als jullie hier hulp bij nodig hebben, dan kun je contact opnemen met Mavim hierin. Wij bieden hier aan een ontwerptraject aan waar moet je, dan moet je denken aan ongeveer 3 dagen consultancy die verdeeld zijn over een aantal halve dagen, waarin wij samen aan de slag gaan, waarin we door middel van voordoen en later zelf doen. Deze homepage, deze visio stencil, het bewerken van elementen, allemaal afgaan, het ontwerpen van iconen, dat we allemaal afgaan, zodat jullie aan het eind van het traject een compleet ingericht visio stencil hebben, zodat jullie zelf jullie homepages en vervolgpagina's kunnen gaan maken. Ik hoop dat het interessant voor jullie was. Bedankt voor het kijken en tot ziens.